eet in dat hokje. Nou, ik heb ook zo'n tinnen van de honger. Laat een bak sushi aanrukken. Mijn lievelingstoetje is er Gerard Joling. Zoals elk seizoen te gast in mijn laatste uitzending. Hallo, leuk dat jullie weer allemaal kijken naar mijn nieuwe vlog. En ja, er zijn weer heel veel gekke dingen gebeurd. En je moet gewoon maar eventjes kijken wat je ervan vindt. Ik kan alleen maar zeggen, leuk dat jullie met z'n allen weer kijken. We zitten even gezellig bij Havana op het strand. En kijk eens, we nemen toevallig eens even een lekker rozeetje. Ja, hoor. Ja, heerlijk vandaag. Heerlijk. Heerlijk. Met z'n drietjes, hè? Ja. Een beetje genieten moet worden. Zo is het. Ik kan het ook niet doen, hè? Een beetje genieten. Dat moeten we zeker. Ik zeg proost. Ik zeg ook proost. Gezondheid. Gezondheid. Proost, hier, zeg. Ik ben nog maar veel mogelijk gelust. Nou, zo is het, jongens. Heerlijk. Oeh. Nou, we zitten gezellig na een paar jaar weer heerlijk bij Havana. Samen met Freddy. Ja, ik heb een klein biertje. Hallo, gezellig. Het zijn allemaal leuke mensen. En jullie kwamen van een bedje daar? Ja, we komen van het bedje. Dit is op mijn rekening, 107. Ja, hebben jullie allemaal leuke mensen? Hi Ellen! Kijk eens hier. Ah, hier zit ook een team. Hello daar! Ik heb net. Wat heb ik gekregen van je? Dat ga ik niet vertellen. Oké. Okay. Hi lieve. Allemaal lieve mensen. Hey, wat ben je afgevallen? Ja, ik heb mijn nagels geknipt. Zo, kijk eens. Heb ik, ik heb even een rondje aan van het terras gedaan. Nou, ik moet je zeggen, het publiek is zeer gemêleerd, maar enig. En daar gaat het om. Nou, we zijn hier bij de perspresentatie van RTL 4. Heel gezellig, dus ik ga zo heel veel collega's zien. Ik zou normaliter gewoon in de zaal moeten zitten, maar ik moest nog heel veel dingen doen, dus dat lukte niet helemaal. Maar kijk eens wat leuk. Al deze oude, nieuwe, bekende en onbekende sterren. Het is toch enig? Ik ga lekker een bakje koffie halen en misschien wel een klein wijntje. Nou, de sfeer is goed. Er is nog helemaal niemand hier, dus het gaat heel lekker. Dank u wel. Dank u wel. Dank je wel. Oké. Hoe is het, boys? Goed? Ja? Zo, ja. Lekker. Even kijken, gaat het volledig in het niet naast deze jongen. Moet je niet willen, Gerard? Ja, eigenlijk niet, hè. Oh, ja. Ik dacht dat je Patrick van hem was. Nee, dat is wat wil je dat ik doe, slag? Dat heb je een grote hamer in jou. Dat heb ik een grote ding in mijn hand. Hey, maar een heel leuk blad, Erland. Ja. Hey, maar een heel leuk blad, Erland. Ja. Hey, zo mag je niet met hem omgaan. Dat kan je niet maken. Stoetje is er Gerard Joling, zoals elk seizoen te gast in mijn laatste uitzending. We kijken terug op zijn zomer. Hij is afgevallen, heeft zijn nieuwe programma Geer en Goor stevig gebouwd opgenomen en is lekker met vakantie geweest. En van dit alles hebben we heerlijk mee kunnen genieten dankzij zijn vlogs. Hey, wat leuk die Geer met zijn vlog. Gijs, schat. Helemaal kut. Dat je een leuk verhaal hebt, maar ik vond hem zeer, zeer vriendelijk en maximaal.
Geweldig. Ik heb genoten. Ik vond het een eer. Absoluut. Geweldig. Op 7 september om 8:30 zijn Gerard Gord terug op RTL 4. Dank je, Gerard. Heel graag gedaan. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dit was de laatste Jinek van deze zomer. Helpen en dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Alleen maar echt intense dankbaarheid. Dank jullie wel, echt. Nou, ik zag van de week in de krant dat Henk van der Meijden weer heel mooi het Zwanemeer presenteert in Carré. En dat is natuurlijk fantastisch, maar ik heb het Zwanemeer hier voor de deur. En dat geloof je waarschijnlijk niet. Maar het is toch echt zo. Ik zal je even een stukje laten zien. Ik weet niet of ze gaan dansen hoor, maar het moet wel zo gebeuren in ieder geval. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus laat ik nu even zien. Is dat niet enig? Is het echt zo? Ja, echt. Ach, jij houdt toch ook van de natuur, jongen. Het is toch geinig voor de deur zo? Ja. We zijn vanavond op de verlichte bootshow. Nou, we zijn hier op de boot samen met Brie en met Michel en met Patrick en met Cyril en met John. Nou, verlichte boot. Ik laat het even zien. Zo verlicht is het nog niet hoor. Maar kijk eens hoe leuk. De botenshow in Aalsmeer, hartstikke leuk. Ik laat even een stukje zien. Woe! Nou kijk, hier heb ik nou heel veel voorgesteld met die diesel 1. Nou, het is toch om te gieren, het is toch hartstikke leuk. Eens kijken hoe leuk het eruit ziet. Hartzee! In het heerlijke Amsterdam. Ja, het is voor het eerst dat ik dit meemaak, zeg maar, op het water. Zo'n volhichte bootshow. Maar ik moet je zeggen, hebben we hier zo'n groot, hoe heet het hier ook alweer? West-Einde-Plassen. Daar moeten we ongeveer met 1500 boten door een... Door een stuk water heen van 15 meter breed. Nou kijk, dat is gedoemd te mislukken. Ik zag net al een paar boten tegen elkaar aan. Ja, ik hou er toch van hoor. Moet je kijken hoe dicht het op elkaar moet. Moet je even een rondje filmen zo, John. Allemaal in de kajak, ja, ja, kansloos. Zo lekker, het is zo fijn, fijn, fijn. Prutsers, je langs de rij. Ja, ja. Mag iemand harder? Wat een lekker Duits nummer. Mocht je het leuk vinden, like it. Doe je duim gezellig omhoog. Leuk hè? En je kan gewoon abonnee worden. Het kost je helemaal niets. Je weet het, dit is het bekende verhaal. Nou, ik zou zeggen, jongens, ga lekker genieten. Tot de volgende keer. En de groetjes van Geer. Bye bye. Joehoe.